Katai komt daar ook die bocht uit. En over de finish. Dat was Katai zo dadelijk de tijd. Dus nu zijn we aan het kijken naar Early Sunrise Arizona. Ja, nu kan ik de start vrijgeven voor rit 29 wordt dat. U had ook nog de tijd te goed van rit 27. Katai die liep 17.07. Disset Zeho Set. En rit 28, Early Sunrise Arizona, was 17.89. Disset 89. En dan gaan we nu kijken naar Very Bad Girl op de 350 meter. De hond wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En daar gaat Very Bad Girl voor haar solo. Komt daar op het rechte stuk. Is daar bijna aan die bocht. Gaat daar die bocht in. Very Bad Girl voor haar solo door die bocht. Komt daar nu ook uit. En over de finish, dat was Very Bad Girl. Ja, dan kan ik de start vrijgeven voor rit 30. De tijd van Very Bad Girl was 21.88. 20.88. Gaan we nu kijken naar Devash 1976 Stier. Voor rit 30. Hond is geplaatst. Daar gaat het haas. En we zijn vertrokken. Met het blauwe riddekje aan. Devash 1976 Tir. Komt daar over het rechte stuk. Tir gaat daar de bocht in. Die is daar bijna aan het einde. Laatste rechte stuk. En over de finish. Dat was Tir. Zo dadelijk de tijd. Kan ik u het resultaat geven van rit 30? Start is ondertussen vrij voor 31. Devash 1976 Tier heeft gelopen in 21.71. 21.71. Gaan we nu kijken naar rit 31 voor Elmo of Chicho Niota. Elmo is geplaatst. Daar gaat het haas. En daar gaat Elmo voor zijn solo. Op het rechte stuk. Elmo of Chicho Niota. Gaat daar de bocht door. Op het laatste rechte stuk. En over de finish. Dat was Elmo of Chicho Niota. Zo dadelijk de tijd. Zo, de start is vrij voor 32. Hier is het. En de tijd van Elmo was 31.67. 31.67. Gaan we nu kijken naar de Afghaan Kumbhakani Vairamani. Die wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En daar gaat Vairamani voor zijn solo.
gaat daar over het rechte stuk. De bocht in. Die is daar nu bijna aan het einde van die bocht. En over de finish. Dat was Kumbhakanis Vairamani. Zo dadelijk de tijd. Zo, dan kan ik de start vrijgeven voor 33. De tijd van Kumbhakanis Vairamani was 25.45. 25.45. En dan gaan we nu kijken naar Kumbhakanis Valentino voor rit 33. Kumbhakani is geplaatst. Daar gaat het haas en hij is onderweg. Kumbhakanis Valentino. Gaat daar ook het rechte stuk op. Door die bocht, bijna aan het einde van die bocht. Laatste rechte lijn. En over de finish, dat was Kumbhakanis Valentino, zo dadelijk de tijd. Ja, ik kan de start vrijgeven voor rit 34. De tijd van Kumbhakanis Valentino was 26.72. 26.72. Dan gaan we nu kijken naar de Whippet Moose. Moes wordt geplaatst. Daar gaat het haas en Moes is vertrokken. Komt daar nu aan het rechte stuk. Voorbij de klok. Gaat daar nu die bocht in. Ja, daar is Moes. Halverwege die bocht. Komt daar nu ongeveer zo uit. En voorbij de finish. Dat was Moes. Zo dadelijk de tijd. Start is vrij voor 35 en de tijd van Moes was 21.11. 21.11 voor Moes. Volgende solo is voor Ochigeas Q voor Quincy. Quincy is geplaatst, daar gaat het haas. En daar gaat Quincy. Ochigeas Q voor Quincy voor zijn solo. Gaat daar door die bocht. Komt daar ook uit, laatste rechte lijn. En over de finish, dat was Ochigeas Q voor Quincy, zo dadelijk de tijd. De tijd van Q voor Quincy was 22.90, fin de non-hand. En dan is de start vrij voor rit 36, voor Roscoe Euro Ladies. Roscoe wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En daar komt hij aan, Roscoe. Die gaat daar nu de rechte lijn op. Voorbij de klok, bijna aan die bocht. Ja, daar is Roscoe. Gaat daar door die grote bocht.
In het laatste rechte stuk voor Roscoe en over de finish, zo dadelijk de tijd. De tijd van Roscoe Euroladies was 23:26, 23:26. En is de start vrij voor de Afghaan Sky Ishirvan. En dat is de laatste rit van deze ronde. Sky is geplaatst. Daar gaat het haas. En daar gaat Sky Ishirvan voor zijn solo. De laatste rit van deze ronde. Gaat daar over het laatste rechte stuk. Die grote bocht in. Is daar aan het einde van die bocht, laatste rechte lijn. En over de finish, dat was Sky Ishirvan, zo dadelijk de tijd. Ondertussen kan ik de tijd van Sky geven, die was 31:67. En dan gaan we nu natuurlijk kijken naar Blitzy Girl. Dat is pas de laatste rit van deze ronde. Blitzy Girl zit er ook al in. En is vertrokken. Daar gaat Blitzy Girl door die bocht. Op het rechte stuk. Blitzy Girl duikt daar de bocht in. Komt daar die bocht uit. Laatste rechte lijn en over de finish. Dat was Incredible Blitzy Girl. En dan heb ik u enkel nog de tijd te geven van Incredible Blitzy Girl. Die was 21:48. Vingt et un quarante-huit pour Blitzy Girl. Bijna ten einde. Laatste rechte stuk. En over de finish. Dat was Early Sunrise Arizona. Dan kan ik de start vrijgeven voor rit 48. De tijd van Early Sunrise Arizona was 17:93. Dan gaan we nu kijken naar Devash 1976 Stier. Op de 350 meter. Hond is geplaatst, daar gaat de haas en daar gaat Tir voor zijn solo. Komt daar de 350-280 voorbij, het lange rechte stuk. Gaat daar nu die bocht in. Komt daar de bocht uit en over de finish. Ja, dan kan ik de start vrijgeven voor rit 49. De tijd van Devash 1976 Stier was 21:72. 15:72. En dan gaan we nu kijken naar de Basenji, Elmo of Nicho Niota. Hond is geplaatst, daar gaat de haas. En we zijn vertrokken, daar gaat Elmo of Nicho Niota voor zijn solo. Zit daar op het lange rechte stuk. Gaat daar die grote bocht in. Komt daar nu ook uit, laatste rechte stuk. En over de finish, dat was Elmo. Zo dadelijk de tijd. Zo, start is vrij voor rit 50. De tijd van Elmo of Gicho Niota. 31:45, 30:45.
En dan gaan we nu kijken naar Kumbhakarni's Vairamani. Vai wordt geplaatst, daar gaat de haas. En hij is vertrokken, Kumbhakarni's Vairamani. Gaat daar het lange rechte stuk op. Door die grote bocht. En nog een laatste rechte stukje. Dat was Kumbhakarni's Vairamani, zo dadelijk de tijd. Ja, ik kan de start vrijgeven voor rit 51, de tijd van Kumbhakarni's Vairamani, 25.60. 25.60. Dan gaan we nu kijken naar Kumbhakarni's Valentino voor rit 51. Valentino is geplaatst. Daar gaat het haas. En hij is vertrokken. Kumbhakarni's Valentino voor zijn solo. Gaat daar die laatste grote bocht in. Het laatste rechte stukje. En over de finish, dat was Kumbhakarni's Valentino, zo dadelijk de tijd. Zo, startvrij voor 52, de tijd van Kumbhakarni's Valentino, 26.98. 26.98. Gaan we nu kijken naar Ochigea's Q for Quincy voor die 52. En daar gaat Q-frequentie. Duik daar de bocht in. Laatste rechterstukje over de finish, dat was Q-frequentie. Startvrij voor 53, de tijd van Q for Quincy was 23.22. 23.22. Gaan we nu kijken naar Sky Ishirvan. Sky wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En hij is vertrokken. Sky is hiervan. De Afghaan voor zijn solo. Gaat daar de bocht door. Laatste rechte stuk. En over de finish, zo dadelijk de tijd. Startvrij voor rit 55, de tijd van Sky, 31.35. 31.35. Gaan we nu kijken naar Incredible Blitzer Girl voor 55.
Politiegirl wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En daar gaat ze Incredible Blitzegirl voor haar solo. Zit daar op het lange rechte stuk. Aan het einde van de grote bocht. Laatste rechte stuk. En over de finish, zo dadelijk de tijd. Start is vrij voor 56. De tijd van Incredible Blitzegirl 21:75. 20:75. Gaan we nu kijken naar 56, Very Bad Girl. Very Bad Girl wordt geplaatst. Daar gaat het haas. En ze is vertrokken. Very Bad Girl gaat daar over het lange rechte stuk. Komt daar die grote bocht aan. Nog een klein stukje. En over de finish. Dat was Very Bad Girl, zo dadelijk de tijd. Dan kan ik de start vrijgeven voor de volgende rit. De tijd van Very Bad Girl was 21:78. 21:78, wit. Dan gaan we nu kijken naar Roscoe Euroladies. Wij zijn klaar voor Roscoe Euroladies. Die is geplaatst, daar gaat het haas. En hij is vertrokken, Roscoe Euroladies, onderweg voor zijn solo. Gaat daar de grote bocht in. Laatste rechte stuk. En daar is Roscoe Euroladies, zo dadelijk de tijd. De tijd van Roscoe Euroladies was 23:35. 23:35.